Peter, goedemorgen. Ja, ik zag Henk inderdaad eventjes... Ik ben natuurlijk druk voor het nieuws van 10 uur. Ja, natuurlijk. Je moet je voorbereiden. Jongens, er is veel onrust in de studio. Ja, er is gek ochtend. Ja, het is een gek ochtend. Het is je laatste schooldag. Ja, dat is hem, ja. Iedereen loopt even weg en dan weer wordt iets gepakt en weer opgeruimd en weer weggedaan. Ik had een donut gegeten. Er zat zoveel suiker in dat ik werkelijk... Er ligt er hier nog als een raket ben ik gegaan. Ja, het is de laatste dag voor de vakantie, Peter. Ja, ik merk het. Jullie zijn ook wel liefdevol. Iedereen wordt altijd aangeraakt. Ja, maar dat is echt zo. Nog even langs en ik ga je missen, dit en dat. Maar het is, ik ga het zo gek vinden om hier maandag niet te zitten. Wij zijn een half jaar gewoon maar doorgegaan. Ja. En tot dit punt. Dit punt en dan begint voor ons even de vakantie. Zijn we een paar weekjes weg. En het is me nogal een half jaar geweest, hoor. Niet normaal. Ik heb echt wel... Ik ga jullie zo missen. Ik kijk er met heel veel liefde op terug. Ja. Nou, dan is het aan mij de eer om dit af te sluiten. Oh ja. Toch, bijna? Ja, natuurlijk. Ja, als je wil, heel graag, Peter. Ik heb tips voor de mensen. Ik heb tips voor de mensen die op vakantie gaan of zijn. Wat goed. En als je dat weet, dan gaat de vakantie vanzelf. Oh, dan komt iedereen vrolijk terug. Dat komt heel erg van pas. Ja. Nou, maar dat komt zo, hè. Ik ga gewoon beginnen. Ja. Lieve Marianne, lieve luisteraars. Maandag 8 juli, toch nog wel eerst even dit. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de finale verloren. Ze hebben wel historie geschreven. Veel veranderd voor voetbal, voor vrouwen, voor iedereen. Zij zijn de nieuwe namen die we meedragen in gedachten en gevoel. Ik zag vandaag meisjes het Cruijffveldje opkomen en roepen... dat ben ik, Miedema. Ik ben van de gracht. Sterker, ik zag jongetjes het veld opkomen roepend... ik ben Lieke, ik ben Janice, ik ben Sari. Tuurlijk, vroeger riep er ook wel eens iemand op een pleintje... dan was ik Lieke Martens, maar dan was het ook Lieke Martens. Ik zag op tv in het stadion een man van 130 kilo... met achterop zijn shirt Danielle van de Donk. Daar is iets veranderd. En dat allemaal onder leiding van de voortreffelijke coach Sarina Wiegman. Een coach die in interviews eerlijk antwoord geeft. Dus ook wel eens een keer iets anders. Een coach die alles kan zeggen omdat je voelt dat ze van haar speelsters houdt. Je mag er van alles van vinden, maar ergens weet iedereen... het is meer dan voetbal alleen. En dan de Tour was begonnen afgelopen weekend. Mike Teunissen pakte als eerste Nederlander na 30 jaar de gele trui in de Tour. De dag erna wint Jumbo Visma de ploegentijdrit. Schitterende beelden, alles live en integraal. In Italië is trouwens ook de Giro voor vrouwen. Daar wint Marianne Vos 3 etappes. En Annemiek van Vleuten de eerste bergetappe en de tijdrit en de roze trui. En daar krijgen we gelukkig ook een samenvatting van te zien van 25 seconden. Nou, dan voeg ik alles bij elkaar. Dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 juli. Want hier de vakantietips. Het is vakantie of bijna vakantie. Regio Zuid heeft al een week vakantie. Noord vanaf vandaag en midden volgende week. En daarom mijn vakantiegroet. Dit is mijn geheel vrije vertaling van het bekende lied... Everybody's Free to Wear Sunscreen van Bas Loerman. Komt-ie, lieve mensen, als je op vakantie bent of op vakantie gaat... de zon in, gebruik zonnebrandcrème. Smeer je goed in. Als ik maar één tip mocht geven voor deze zomer, dan is het smeer je in. De voordelen op lange termijn van zonnebrandcrème zijn door wetenschappers bewezen. Ik kan ook andere adviezen geven, maar die zijn alleen maar gebaseerd op mijn eigen gevoel. Maar goed, daar komen ze. Weet dat je de eerste dagen twijfelt aan het grote vakantiegevoel. Maak je daar geen zorgen over. Het is normaal. Je bent kapot van afgelopen maanden. Je hebt je sterk gehouden. Het komt er nu allemaal uit. Je bent moe, beetje ziek, snel geïrriteerd. Het inpakken van de auto loopt niet lekker, want hij denkt dat hij het beter kan. En van haar moet er nog iets mee dat natuurlijk niet past en niet nodig en totaal onbelangrijk is. Probeer te blijven lachen. Zeg niet gelijk wat je denkt, want je moet nog 3 weken met elkaar. Heb je kinderen, dan moet je nog meer incasseren de eerste dagen, want er is er altijd wel één die wagenziek is en die kotst na 1,5 uur in de blower van de airco, zodat je de rest van de reis in ondraaglijke hitte of verschrikkelijke stank zit. Reageer dat niet af op de verkeerde, want je moet nog 3 weken met elkaar. Of je gaat buiten Europa met het vliegtuig, stap je gebroken uit, je hebt niet geslapen, helemaal kapot, je wordt opgelicht door de eerste taxi. In het eerste besproken hotel heb je een kamer aan een soort van snelweg. Alles is veel te duur, het is belachelijk heet. De een wil hier eten, de ander daar. Maar weet, het zijn de eerste dagen. Zeg geen dingen waar je de komende weken spijt van krijgt. Blijf vrolijk naar de ander. Geniet van de rust en de schoonheid die vanaf nu vlakbij is. Neem ook nog geen foto's de eerste dagen. Foto's van de eerste dagen gaan er allemaal vanaf. Je ziet er namelijk niet uit. Moe, bleek, geïrriteerd, met een lelijk gemaakte lach. Voor niemand leuk. Wacht even. Over een week zie je er geweldig uit. Wacht op het juiste licht, smeer je in en sla toe met de gewenste reportage. En geloof me, over 20 jaar kijk je terug op die foto's van jezelf en herinner je je op een manier die je nu niet begrijpt hoeveel mogelijkheden je toen allemaal had in je leven. Hoe fantastisch je eruit zag. Je bent ook niet zo dik als
als je je voorstelt. Tenminste, als je het juiste shirtje wel aanhoudt. En laat je nooit fotograferen als je een banaan eet. Maak je geen zorgen over de volgende dag. Piekeren heeft net zoveel effect als het proberen de weersverwachting te veranderen door op kauwgom te kauwen. De echte problemen in je leven komen vaak volledig onverwacht. Dus waarom moet je je erop voorbereiden? Doe niet alles wat je van plan was gelijk de eerste dagen. Dan ben je na een week kapot en heb je geen flauw idee meer wat je dan nog moet doen. Jouw keuzes, besef dat, hebben een halve kans, net als die van de ander. Geef soms gewoon toe, je hoeft niet alles samen te doen. Gun elkaar iets. De een houdt van wandelen en de ander houdt van liggen in een strandstoel met een grote koude bier en van achter een zonnebril loeren naar dat onbereikbare lichaam dat langsloopt in een makkelijk los te trekken touwtje. Wees niet jaloers. Wees ook niet roekeloos met het hart van anderen. Pas op voor mensen die roekeloos zijn met het jouwe. Neem de tijd voor elkaar. Wees niet bang wat andere mensen van jullie vinden. Seks in een tent is prima, maar wees er dan ook trots op. Kom 's morgens niet schuldbewust naar buiten kruipen, maar knik naar de buren met een blik van, ja, ja, mensen, zo kan het dus ook. Maar doe dit niet als je boven de 50 bent. Dan is het gewoon smerig. Neem dan een hotel. Dan hoeft niemand je te horen. Maar kom wel met dezelfde blik de ontbijtruimte in. Of kom, zoals ik dat altijd doe, juichend het restaurant binnen en eet gelijk 3 rauwe eieren. Zing onderweg en onder de douche. Poets je tanden, hoe laat het ook is. Onthoud complimenten, vergeet de beledigingen. Voel je niet schuldig over wat je eet of drinkt. Bedenk dat je je opeens heel goed kunt voelen. Heel erg uitgerust, enorm gelukkig. Maar pas dan extra op met alles wat je belooft te gaan doen als je thuis bent. Teken vooral niets in de vakantie. Leer andere mensen kennen, spreek andere talen ook als je het niet kan. Maar kijk uit met tattoos in een taal die je niet kent. Maak zoveel mogelijk mee. Doe niet alsof je geen toerist bent. Lokale kleding staat alleen goed bij mensen die daar wonen. Dans, ook al is het in gedachten. Lees aanwijzingen en volg er zo weinig mogelijk op. Bel af en toe je ouders. Stuur gewoon weer eens een kaart aan je vrienden en vriendinnen. Praat over de mooie dingen die je afgelopen jaar hebt meegemaakt. Blijf niet op één plek, maar reis. Weet dat je elke trip die ze aanbieden bij toeristenbureautjes ook zelf kunt regelen voor de helft van de prijs met veel leukere mensen. Wees blij met dingen die misgaan, want dat zijn de beste verhalen. Ga eten waar locals eten. Laat je vaak masseren. Kijk goed naar iemand die je advies geeft. Is het wel iemand waar je advies van wil? Geniet op je eigen manier, maar bedenk vooral, hoe dan ook, waar je ook bent, met wie je ook bent, het komt altijd weer op liefde neer. En tenslotte, neem niet alles zomaar aan van mij, maar geloof me op de zonnebrandcreme, dat is bewezen. Blijf smeren.